Vrijheid geven we door, is het landelijke thema van deze herdenking. Dit jaar ligt het accent vooral op jaar van het verzet. Want niet alleen de geallieerden hebben ons bevrijd, maar ook al die mensen die in het verzet hun aandeel hebben geleverd om uiteindelijk de vrijheid te geven waarin we nu kunnen leven. Nederlandse militairen die sneuvelden bij de verdediging van ons land in mei 1940, maar ook gewone burgers die door de bezetter werden gedood omdat ze, thema is al genoemd, in verzet kwamen. Op de panelen bij het monument op het Wethouder van Dronkelaarplein staan de namen van Almeloze verzetslieden. In januari 2017 zijn we met een groep van 10 jongeren gestart met het project Back to Present. Een project van Avedan over tolerantie en leren omgaan met verschillen tussen mensen. Maar wat nou als het om jezelf gaat? Zou je dan ook niet willen dat iemand in verzet komt voor jezelf? Of weten we misschien niet meer hoe dit moet? Misschien denken we vandaag dat op een vreedzame manier met elkaar samenleven niet meer mogelijk is. Maar toch kan dit wel. Het enige wat we zouden moeten doen is in verzet komen voor degenen die dit niet kunnen. Ik heb dan wel de Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt, maar bij mij vond de oorlog in huis plaats. Inmiddels verblijf ik achter mijn 19e voordeur en nog steeds zijn er momenten dat ik me niet veilig voel. Bert vertelde over de doel. Onze vrijheid hebben we te danken aan de geallieerden. Ja, dat klopt. Maar zonder ons eigen verzet waren we niet bevrijd. Door hen is al die narigheid gestopt. De W van Wilhelmina, de V van Victorie, het stond op de muren. De onderduikers op zolder kregen heel wat te verduren.